Adeline van VZW Mier. Wij staan hier op het dak van het Scoutshuis. En we hebben hier zo net deze week een ecologisch biodivers groendak aangelegd. We hebben hier ook samengewerkt met Ecohuis. In het Ecohuis is er een demodak, dus kun je zien hoe dat je een groendak kan aanleggen. Maar hier nu konden de mensen van Antwerpen voornamelijk ook zien hoe dat je zo'n groendak aanlegt in de praktijk dan. Waarom een groendak? Je brengt heel wat diversiteit in de omgeving. Je maakt je omgeving aantrekkelijker. Het is ook akoestisch interessanter. Vaak, ja, zoals hier eigenlijk in de straat, het allemaal beton of harde oppervlaktes. Als daar vegetatie tussen zit, dan wordt het geluid ook minder weerkaatst tegen die harde oppervlaktes en wordt het geluid gewoon geabsorbeerd. Het is goed voor de opvang van het regenwater. Als iedereen zijn groendak of zijn dak vergroent, dan zijn er geen overstromingen meer. De stad Antwerpen geeft ook subsidies per vierkante meter voor de aanleg van groendaken. Dus dat is wel een mooie motivatie om een groendak aan te leggen. Groendaken aanleggen op zich is een heel zwaar werk. Maar dat geeft zoveel voldoening. We hebben eergisteren dat vijvertje met water gevuld. Daar kwamen al direct vogels op af. Dat leven dat komt onmiddellijk. Want zodra je een beetje meewerkt met de natuur, krijg je direct een goede feedback weer. En dat is heel, ja, dat geeft heel veel voldoening. Een groendak is mooi en heeft een heleboel voordelen. De stad moedigt de aanleg van een groendak daarom aan met een premie. Wilt u zelf een groendak? Kom dan eens een kijkje nemen op het dak van het Ecohuis. Daar kan u verschillende opstellingen bekijken. Meer info vindt u op ecohuis.antwerpen.be.